Zouden we niet allemaal van onze passie ons beroep willen maken? Het is Wil van Ree gelukt om zijn passie voor voetbal en zijn expertise op het gebied van veiligheid te combineren. Hoe? Daar gaan we het in deze zomervisite over hebben. Ja, Wil, bijzonder op deze mooie plek bij jou eigenlijk in de achtertuin, terwijl je helemaal vrij voelt en omringd door helemaal niks, hè? Behalve de prachtige natuur. We gaan het hebben over jou. Jij bent het hoogtepunt eigenlijk van deze zomervisite. Leuk. Kom je uit een groot gezin? Inderdaad, ja. Ik kom uit een heel groot gezin. En in die tijd, ik ben nu AOW'er, maar in die tijd was het in Brabant waar ik geboren ben, in Eindhoven, heel gewoon dat er grote gezinnen waren. Ik kan me herinneren dat een vriend van mij, die komt uit een gezin van 15 kinderen, een toenmalige vriendin, die kwam uit een gezin van 16 en ik kwam uit een gezin van 14. 8 zussen en 5 broers. Ergens middenin, of de jongste, of de oudste? De 12e. Ja, en dat is heel apart. Ik was met het Nederlands elftal in Dallas in 1994 en ontmoette ik de vrouw van Zomeren. Dat is de sponsor van het Nederlands elftal wat betreft de kleding. Mm-hmm. Niet de voetbalkleding, maar gewoon de uitgangskleding. Ja. En daar had ik ook een praatje mee en ook op een gegeven moment over het gezin. En toen zei ze, vertelde ze, ik kom uit een grote gezin dan jij. Ik zei, ik denk het niet. Nou, zegt ze, jij dan? Ik zei, 14. God, zei ze, ook toevallig, ik ook 14. En welk nummer dan? Hè? Dat vraag je dan natuurlijk. Ja, ja. Ook nummer 12. Nou, ga eens uitrekenen hoe groot de kans is dat ooit voorkomt. Dat je iemand ontmoet in Dallas notabene. Uit Nederland. Die eigenlijk een beetje simultaan de situatie heeft als wat jij hebt. Dus dat vond ik wel heel apart. Ja. Was er voor jou alle ruimte om je te ontwikkelen binnen het gezin? Of hadden jullie ook wel iets van armoede omdat jullie met zoveel mensen waren? Nou, armoede, kijk, weet je wat het punt is? Als je ergens, als je in een gezin opgroeit, of het nou alleen is, of dat je dat met 10 bent of met 12, je weet niet beter, hè? Nee. Je weet niet beter. Laat ik zo zeggen, honger heb ik nooit geleden. Hebben wij nooit geleden? Absoluut niet. Mijn vader die werkte ook keihard. Die was buschauffeur en ook coördinator. En daarnaast had hij een boerderij met paarden en koeien en varkens. Dus het was keihard werken. En mijn moeder is heel jong overleden, toen ik 11 was. De laatste jaren van haar leven had ze heel veel pijn en ze kanker overleden. Dus daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat in de jaren zeg maar, van toen ik 8 was en 15, ben ik eigenlijk opgevoed door een van mijn jongere zussen. Ja. Dat heeft ze kennelijk samen met je vader weliswaar goed gedaan. Ja, ja. Ja, we zijn er haar nog altijd dankbaar voor, ja. Maar ik was ook vrij vroeg het huis uit. Toen ik 17 was, ben ik naar de politieschool gegaan in Amersfoort. Ja, dus dat, zo werkt dat. En voor je politieschool of politieopleiding? Nou, dat is ook wel grappig om te vertellen. Ik heb MULO gedaan. Dat was in die tijd best wel bijzonder, want de mensen gingen toch in Eindhoven. Was alles de Philips bedrijfsschool waar je naartoe ging, maar ik deed de MULO. En ik wilde graag naar de HBS, maar dat kon Bruin niet trekken. En toen zei mijn vader, de Belastingdienst, daar kon ik terecht. Dat was de baan. Overheid, dat was toen heel belangrijk. Ik wilde graag naar de politie. Sterker nog, ik heb mij laten vertellen door mijn oudere zussen, dat toen ik een jaar of 6, 7 was, er echt nog een kleine jongen van het kruispunt gehaald moest worden, omdat ik daar het verkeer stond te regelen. Dus dat was ook wel heel apart. Ik heb altijd graag bij de politie gewild, maar het frappante was toen ik 16 was en van de MULO kwam, toen was ik te klein. Ja, toen nog een. Ik ben in de jaren daarna ontzettend gegroeid, echt groeistuipen gehad. En toen ik 17, 18 was, toen was ik groot genoeg, heb ik weer gesolliciteerd en werd ik aangenomen in Dordrecht als agent. En toen ben ik naar Dordrecht gegaan. Dus je bent in principe eerst aangenomen als agent en vervolgens heb je de politieopleiding gevolgd? Of hoe werkte dat nu? Je werd aspirantagent. Mm-hmm. Dan ga je eerst naar Amersfoort in dit geval. En van daaruit ging je na een jaar, toen was die opleiding nog maar een jaar, als agent. En dan ging je als agent naar, in dit geval, Dordrecht.
En daar heb ik, ik moet je zeggen, politiewerk is nog steeds fantastisch werk. En het begrip diender, wat dan soms wel eens een scheldwoord wordt genoemd, ik heb dat altijd als een geuze naam beschouwd. Echt, ik vind het echt geweldig werk. En het mooie van het politievak is dat je ook heel veel verschillende kanten op kunt. Enerzijds sta je ook in die samenleving, dus je maakt mee wat er gebeurt in die samenleving. Maar anderzijds kun je ook weer specialiseren. De een die wordt hondenleider, de ander gaat met de paarden iets doen. Weer een ander die gaat in de drugs, weer een ander gaat preventie doen. Weer een ander gaat op verkeer zich ontwikkelen. En zo, en de ander die gaat wat meer in de recherche of in de zware criminaliteit. En zo, er zijn dus heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. En dat vond ik goed, maar mijn vader heeft altijd gezegd, joh, je kunt altijd naast je werk studeren. En ik was in die tijd zeker ambitieus. Dus ik heb, toen ik bij de politie kwam, eigenlijk direct mijn B-diploma gehaald. Dat moest je hebben om eventueel later zo bevorderd te worden. En dat was, in die tijd moest je het ook allemaal doen. Ik heb dat via de LOI gedaan, notabene. Toen bestond dus de LOI al. Ja, toen bestond het al. Maar tegenwoordig is die B-opleiding, zoals ze het noemen, het is allemaal ingecorporeerd in de hele opleiding bij de politie. Dus, maar toen moest je er allemaal zelf voor zorgen. Maar goed, en toen, daarna heb ik avond HAVO gedaan, avond Atheneum. En ik wilde graag naar de hogere rangen toe. Dat kon gewoonweg niet. En toen ben ik rechten gaan doen. En op een gegeven moment kreeg ik aan de Erasmus Universiteit. En op een gegeven moment kreeg ik bericht dat ik eventueel in Krimpende IJssel inspecteur zou kunnen worden. Maar dan moest ik wel mijn rechtenstudie afmaken, heel snel. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb echt in recordtijd mijn rechtenstudie gedaan. En later, is het grappig om te vertellen, later heeft mijn dochter in hetzelfde gebouw ook gestudeerd. Aan de Erasmus en ook afgestudeerd. Maar weliswaar niet als rechter of als jurist, maar als bedrijfseconoom. Maar dat was wel leuk, het gebouw en zo, dat kende ik nog dat heel goed. Ja. Dat eigenlijk hetzelfde gebouw is gebleven. Ja. Maar goed, jij zegt ik heb dat in hele korte tijd gedaan. In wat voor tijdsbestek moet ik dat dan plaatsen? Ik heb dat in 30 of 32 maanden gedaan. Ja, 2,5 jaar is een beetje, ja. En normaal is het? Ja, een dagopleiding, want ik deed het s'avonds. Normaal is het 4-5 jaar, ja. Dus in principe werken en dan s'avonds ook nog een studie volgen? Ja. Alleen om eigenlijk je droom na te jagen. Ja, ik heb ook gezegd, ik heb eigenlijk niet gestudeerd. Ik heb eigenlijk meer tentamens gedaan. Ja. En ik heb ook later tegen mijn kinderen gezegd, die hebben allemaal gestudeerd, van, joh, neem de tijd. Geniet van ervan. Want ik heb het eigenlijk heel erg veel. Ik heb het heel erg spijtig gevonden dat ik nou bijvoorbeeld de mogelijkheden had om een lezing bij te wonen. Toen had je nog echt lezingen, en nu ook natuurlijk nog. Van echt. Van een lunch of van 8, daar had je geen tijd voor. Maar dat zijn natuurlijk wel de dingen, als je die mee kunt maken en bij kunt wonen, dan is dat natuurlijk toch wel een verruiming van je hele leven, zeg maar. Ja, van je algemene ontwikkeling. Ja. Ja. En dan, maar goed, dat heb je dus goed afgerond en je verloop verder dan? Nou, toen ben ik, toen woon ik nog in Dordrecht, ben ik inspecteur geworden in Krimpen IJssel. En veel moeten leren. Veel geleerd, want ik was natuurlijk wel als agent, ik kende het politievak wel, want ik had agent, een hoofdagent, een brigadier bevorderd en zo, heel vroeg al. Dus dat is allemaal goed gegaan. Maar nu kreeg ik meer te maken met personeelszaken en ik kreeg te maken met begrotingen en met beleid en dat was natuurlijk weer anders. Maar goed, het leuke was, ik had wel tijdens die rechtenstudie had ik ook veel geleerd en ook veel gestudeerd. En met name vakken gericht op zeg maar politiezaken, zoals criminologie heb ik gestudeerd, strafrecht uiteraard natuurlijk, ik ben ook afgestudeerd in strafrecht. En ook rechtsfilosofie, dus het nadenken van wat betekent het nou, dus waar ik vroeger veel meer een zwart-wit politieman was, van dit is goed en dit is fout. Heeft me dat toch veel meer aan het denken gezet. En ook met name het proactief werken, het preventief werken en het integraal werken. Dat waren toen hele woorden die bijna niet bestonden. Nu is het gewoon ingeburgerd. Ja. Maar toen bestond het haast nog niet. En dan is het toch wel leuk om dat in te voeren. Proactief, integraal,
en preventief werken. Dus PIP verhaal. Het is makkelijk om te onthouden. Ja. Uiteindelijk ben je korpschef geworden. Ja. Daar heb ik ook wel een beetje mazzel bij. Want in die zin, de korpschef die ging weg. En men wilde mij graag als korpschef houden. Ik heb toen een tijdje waargenomen. Dan wilde me graag houden. Maar ik had al voldoende dienstjaren, maar nog niet als instructeur. En toen heeft de toenmalige burgemeester nog met minister Rietveld, de toenmalige minister, zeg maar een soort gentleman's agreement afgesloten dat ik kon korpschef worden, maar dan moest ik nog een jaar lang waarnemen. Dus dat hebben we toen gedaan. Toen werd ik formeel korpschef. En dan had ik geluk, want het jaar daarop was er een of andere studie geweest en was de uitslag dat een korpschef zou per definitie de rang van commissaris moeten hebben. Dus toen werd ik ook commissaris en dan was ik de jongste commissaris van Nederland. Dat was wel leuk. Ben je dat nog steeds in de boeken geweest? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Want de hele opbouw is nu ook anders. Maar toen had ik met een... Ik was toen 35 geloof ik of zo, was ik commissaris van politie en het was, dat was wel wat grappig. Ja, dat is op zich natuurlijk heel bijzonder. Ja. Zeker als je eigenlijk ook wel een type bent die iets wil bereiken in het leven. Ja. En in die tussentijd, ben je in die tussentijd verliefd geworden, verloofd, getrouwd? Nou, ik was in Dordrecht, mijn vrouw heb ik toen in Dordrecht ontmoet, die woonde in Dordrecht. En die heeft ook bij de politie gewerkt, Corrie. En we zijn getrouwd. Ik was iets ouder dan zij. We zijn getrouwd en toen hebben we hebben 3 kinderen gekregen. 2 jongens en een meid. Heel erg leuk. En dat ging eigenlijk heel goed. En toen zijn we, toen de burgemeester wegging, want je begreep natuurlijk, die burgemeester die had zijn nek uitgestoken voor mij. Toen hij met pensioen ging. En toen vond ik ook tijd om weg te gaan. Toen had ik het al 9 jaar waargenomen. Mm-hmm. En toen heb ik solliciteerd als korpschef in Assen. En dat ben ik geworden. Een hele fijne tijd gehad. Niet lang, maar 3,5 jaar. Maar een hele fijne tijd. Een heel fijn korps. Fijne mensen. Ik woon in het dorpje Rolde. En ik moet zeggen, echt, persoonlijk vond ik een van de fijnste woonplaatsen waar ik gewoond heb. En Assen was echt een hele fijne stad. Een fijn korps, zoals ik al zei. Maar ja, toen krijg je de reorganisatie. En eigenlijk... ik was toen al 25 jaar bij de politie. Toen dacht ik, ja... Eigenlijk nooit gedacht om buiten de politie te gaan. Maar toen kreeg ik een bezoek van een headhunter. Mm-hmm. Met de vraag of ik directeur van een beveiligingsbureau wilde worden. Had ik er niet zoveel zin in. Maar toen... Dat deed me wel denken van, goh, waarom niet naar buiten? Hè? Ja. Je hebt eigenlijk alles al gezien. En ik had misschien niet toen, maar misschien later nog wel eens korpschef kunnen worden. Maar ik miste vooral, kijk, ik miste de mensen. In die zin, ik kende de mensen, ook in Assen. Ongeveer 125, 150 man, die kende ik op een gegeven moment. Kende ik allemaal wel. Ik wist, die heeft een probleem met zijn gezondheid en die heeft weer een gehandicapt kind en zo. Dus, en ik wist gewoon dat dat is onmogelijk als je een regiokorps zou hebben. Want dan had je minimaal 1000 man en dan ken je dat niet, dan kan dat niet meer. Was je bang dat je de binding met de mensen zou gaan missen of kwijt zou raken? Ja. En ik was ook niet gelukkig met de reorganisatie op zich. Goed, omdat ik vond dat het ten koste ging van het werken voor de mensen in de gemeenschap zelf. Dus het dicht bij de mensen staan heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Ja. Ook als politieman dicht bij de mensen staan, weten wat er leeft in je gemeenschap. Nou, en als je dat vergroot, als je met schaal vergroten gaat, gaat dat verloren. Ja. En dat is gewoon ook zo. En daar heb ik altijd spijtig gevonden. Maar goed, om terug te komen, die headhunter die bracht me wel op het idee om ook buiten de politie te kijken. En ik wist... Dat er op datzelfde moment een beetje was het zo dat de KNVB ging professionaliseren. En dat betekende dat amateurtak en betaald voetbal werd gesplitst. En men zocht dus een paar managers voor betaald voetbal. En ik ben toen heb ik gesolliciteerd voor de functie
manager publieksbeleid, stadions, veiligheid. En daar ben ik geworden. Er waren een hoop sollicitanten, maar ben ik toch geworden. En toen ik daar werkte, kreeg ik al heel snel ook competitiezaken erbij. Dus alle betaalde voetbalzaken, jeugdpolitie of jeugdzaken. En ook de Cup, de Amstel Cup, toen nog heette. En ook de scheidsrechterszaken. Dus ook betaalde voetbal, scheidsrechter. Aanstellingen. Dat is me nogal niet. Dat was een stevige afdeling. Dat heb ik. Ja, dat was op zich wel leuk. Kijk, het grappige is, als je dan begint, dan kijk je op. Dick Advocaat was toen trainer. En dan kijk je tegenop en zo. Maar op een gegeven moment, ik had toen een technisch platform gevormd. Met een paar kopstukken uit de voetbalwereld van de Eredivisie. Mm-hmm. En eentje uit de Eerste Divisie en nog een paar andere mensen, echt kopstukken. Om zeg maar mij te adviseren over bepaalde zaken op het gebied van competities en zo. En dat werkte goed. En dan op een gegeven moment dan. Rinus Michels was ook fantastisch op die tijd. Ja, was een prachtige kerel. Maar ja, in het begin dan kijk je tegenop. Maar op een gegeven moment dan denk je, nou, dan moet je onderhand maar eens ophouden. Hè? Wordt het meer oude jongens krentenbrood? Nou, nee, dat niet. Maar dan heb je al 3 keer je punt gemaakt, dan is het wel genoeg, weet je. Ja. Werd het werk. Ja. En zo hoort het ook natuurlijk. Ja. Maar ik heb altijd leuk gewerkt. Ik had ook, als ik aan de problemen had met competitiezaken, echt een moeilijk probleem, dan belde ik Dick Advocaat op, die zat in Schotland, dus ja, die wist natuurlijk van de Nederlandse competitie af, maar had geen binding meer. Dus daar kon ik goed mee sparren, zeg maar, en ook met Lieve Gaat, toen die nog trainer was van Barcelona. En het leuke was, ze waren allemaal bereid om aan de telefoon te komen en te sparren, een probleem te pakken en niet 5 minuten door, gewoon, ik kan me nog herinneren dat ik een keertje een uur met Louis van Gaal gesproken heb over een bepaald probleem, een technisch probleem. Van hoe kan ik dat nou het beste aanpakken? Ja. Dat is wel leuk om dat soort mensen te hebben. Maar wat voor problemen heb je het dan over? Want je hebt natuurlijk, als je het over technische problemen hebt, heb je heel veel dingen. Kan je iets specifieker zijn? Nou, kijk, als je een competitie hebt, dan heb je altijd partijen. En op het moment dat je beslissing aanneemt, dan weet je dat partij X daar niet blij mee is. Nee. Als je een beslissing B neemt, dan weet je dat partij Z er niet mee eens is. En zo moet je kijken van, hoe kun je nou het beste doen in die zin dat, niet dat iedereen tevreden is, maar wel wat het meest reëel is, wat het meest redelijk is. En wat je ook uit kunt leggen. Ja. Dat zegt mijn vrouw ook altijd, die werkt dus in de politiek zoals je waarschijnlijk weet, die zegt ook altijd, zolang dat ik het uit kan leggen en dat ik het zelf snap en uit kan leggen, ja, is het goed. Is het goed. Maar dat was wel leuk. En ik heb dat 10 jaar gedaan. En toen kreeg je een realisatie bij de KNVB. En ik kon toen werd ik al verschillende keren benaderd. En dat heb ik ook gedaan om in het buitenland uitleg te geven over bijvoorbeeld het opzetten van een veiligheidssysteem, een stewardsysteem of opzetten van een competitieschema of hoe om te gaan met betaald voetbal, scheidsrechters en zo. Dan werd je echt voor gevraagd. Ja. Heb je niet voor hoeven solliciteren? Dan werd je gevraagd. Dan werd je via de politie, voor de KNVB Academie. Die werd dan benaderd van, goh, want die zorgen dus voor de opleiding, hè? Voor scheidsrechter en voor coaches en zo, maar niet voor die specifieke dingen. Nee. Dus dan ging ik voor een workshop daar naartoe of ik ging. En ik zeg, nou, dat zou ik eigenlijk wel. Ik heb het nu 10 jaar gedaan. Het is echt heel pittig, hoor. Je was echt wel meer dan 60 uur per week aan het werk. Je was eigenlijk nooit vrij. Hè? Als je voetbal was, dan was je op de een of andere manier betrokken. Het klinkt als leuk, hè? Ja. Want als je een beetje van je hobby ook je werk kan maken, dan denk je van, nou ja, hoezo 60 uur ergens mee bezig? Ja. Maar ik zeg altijd maar zo, kijk, als je. Ik ging dan naar wedstrijden toe natuurlijk, hè? Bepaalde moeilijkere wedstrijden. En dan zeg ik altijd zo, het is hartstikke mooi. Ik kan ook zo. Ik nam ook wel eens jongens mee, die vonden dat geweldig, want je ging dan naar de scheidsrechters toe en een handje geven en je ging eens even kijken en dit en dat. Vonden ze geweldig. Maar ik zeg, moet je 1 ding niet vergeten. Zolang dat ik eigenlijk liever even had willen tennissen of met mijn zoon naar het zwembad had willen gaan, is dit wel werk.
Want ik moet dit nu gaan doen, terwijl ik liever iets anders had willen doen. Hoe leuk dit ook is. Ja. Terwijl het voor een ander eigenlijk superleuk is om, naast bij wijze van spreken, noem maar wat, een bekende voetballer ergens in de catacombe En neem niet weg, dat is en blijft leuk werk. Ja. Maar neem niet weg dat je op dat moment natuurlijk toch geen keus had. Nee. Je had graag toch even iets anders willen doen. Ja. En zo ben je ook platter tegengekomen om een sprongetje te maken. Ja, dus op een gegeven moment hadden we in Nederland het kampioenschap, wereldkampioenschap jeugd. En daar deed onder andere Messi aan mee. En die is dus ook beste speler geworden. En ik was toen niet alleen belast met zeg maar de veiligheid van het totale toernooi. Mm-hmm. Maar ik was ook persoonlijk begeleider van meneer Blatter. En in eerste instantie zei ik tegen de onderdirecteur van, joh, wat moet ik nou als kinderjuf van Blatter doen? Maar hij zegt, ja, het is toch wel goed, want je hebt wat ingangen hier bij de politie en zo. Dus als er iets is, dan kan je makkelijker wat escort regelen en zo voor hem. Ja. Politie-escort en zo. Ik zei, nou, oké. Ik moet zeggen, dat is heel erg leuk. Ik regel dus ook dat als je bijvoorbeeld, als je dan bijvoorbeeld in Maastricht landde, want dan gingen we in kerkraden kijken of zo, en dan zorgde ik dat, daar had ik dat van tevoren geregeld, dat we daar een auto, kwam je van de vliegtuigtrap af en dan kwam er een auto klaar en zo gingen we weg. Dus dat was leuk en in Twente en in Groningen en zo. En zo. Ook s'avonds na de afloop van de wedstrijd samen, niet alleen ik met hem, maar ook met de groep een glas wijn drinken, een stukje kaas, een mopje vertellen en zo. Dus het was heel gezellig en altijd heel erg aardig. En toen was het toernooi afgelopen en ik wist dat ik het jaar erop met flexpensioen zou gaan. En toen zei ik van, goh, mocht ik nog iets voor de FIFA kunnen betekenen, dan wil ik dat graag doen. En toen zei Wil, zegt hij, dat regel ik. En een paar maanden later kreeg ik uitnodiging om in het WK in Duitsland security officer te worden in Keulen. En dat heb ik toen gedaan. En zo is het balletje gerollen. Sindsdien ben ik eigenlijk voor alle toernooien en voor wedstrijden, specifieke moeilijke wedstrijden en ook voor workshops gevraagd door de FIFA om zeg maar op te treden als security officer. En dat, ja, in heel veel landen, ik ben in heel veel landen geweest en het is fantastisch. Ik hou van reizen. Ik hou ook van andere culturen. Ja. En je hebt ook wel tijd. In het begin, de eerste weken zeg maar, is best wel aanpoten, maar daarna heb je ook gelegenheid om wat van de omgeving te zien. Je kent de mensen dan wat beter, dus je kunt ook wel met de mensen meegaan en zo. Ja, dat is echt fantastisch om op die manier iets van de wereld te zien. Ja, dan is eigenlijk je al ben je dan als vrijwillig min of meer, denk ik, bezig. Ja, freelancer noemen ze dat. Ja, dan toch nog, ja, vakantie wil ik dan ook weer niet zeggen, maar toch je vrije tijd er ook aan vast te kunnen plakken. Ja, ja. En zeker als je wedstrijd, ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik altijd heel bewust gedaan, toen ik naar het WK in Afrika ging, heb ik gevraagd of ik Port Elizabeth kon, omdat ze daar de wedstrijd voor de derde en vierde plaats speelden. Maar daarvoor hadden ze geen halve finale, dus dat betekent dat de kwartfinale tot aan de derde en vierde plaats, dat was een dag of 7, 8, had je geen wedstrijden. Dus ik ben toen, dat werd gehonoreerd op zoek, en ben ik naar het Nederlands elftal gegaan, die moest nog spelen. Een kwartfinale en een halve finale, nou, dan ben ik daar naartoe gegaan. En het mooie is ook dat daar heb je die. En je kunt daarnaast ook dingen doen. Ik ben een safari geweest. Ja. En je had toch geen wedstrijden meer. En voor de derde en de vierde plaats die wedstrijd gedaan. En de dag erop naar Johannesburg om de finale te zien. Moses Mabhida staan. En dan heb ik dat 2 jaar geleden in Brazilië ook gedaan. Met de derde en de vierde plaats. En het grappige, misschien wel een leuke anekdote. Ik had voordat het Nederlands elftal wegging, had ik een lunch met Louis van Gaal. En toen zei ik, goh, ik hoop je niet te zien in Brazilië. Hij zei, waarom niet? Ik zei, nou, ik werk in Brazilië. En de enige mogelijkheid, als je kijkt naar het schema, is als Nederlands elftal
om de derde en de vierde plaats moet spelen. Dat betekent dat je de halve finale verloren hebt. En ja. Dat wil je niet. Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, toen verloren ze met strafschoppen van Argentinië. En ik weet nog goed, ik stond het Nederlands elftal op te wachten. Dat deed ik bij elk team, dus ook het Nederlands elftal. Ook kwamen van de trap af, vliegtuigland, kwamen van de trap af. Dus ja, dat kwam je aan, Van Gaal. Dus ik zeg, Louis, je hebt niet je woord gehouden, hè? Het was niet de afspraak. Nee, het was niet. Nee. Het zijn niet de afspraak. Maar ja, goed, het was toch fantastisch, want niemand had gedacht dat hij zover zou komen. Nee, zeker niet. Nee. En ineens zijn het helden in plaats van de slechte voetballers die er in de rondte lopen, hè, op dat soort momenten. En nu, wat zijn je plannen nu? Want er komt natuurlijk nog van alles en nog wat aan op voetbalgebied. Ik ben eigenlijk net terug van de Confederations Cup. Hè? Confederations Cup in Rusland. Dat is eigenlijk een voorbereidingstoernooi voor het WK. Volgend jaar hebben we het WK in Rusland. En ik heb ook daar weer gevraagd om naar Sint-Petersburg te gaan. Want dat is volgend jaar de derde en de vierde plaats. Dus het zou wel het derde toernooi zijn. Het grote toernooi dat ik... En nou ja, ik ben daar naartoe geweest. Ze hadden daar de opening, dat was wel leuk. En ook de sluiting, de finale. Mm. In Sint-Petersburg. Een fantastische stad overigens. Ja. Hele mooie stad. Ik had het niet verwacht. Ik verdiep me altijd als ik naar voor de FIFA op pad. Altijd een beetje in het land en de stad waar je werkt. En ik had gedacht, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers dat bijna 3 jaar lang belegerd. Dus ik denk, dat is helemaal kapot geschoten. Maar tot mijn verbazing was het centrum, bleek dus dat de buitenwijken wel helemaal vernietigd waren, maar het centrum niet. En het is echt een fantastische stad. Ja, ik ben er zelf ook geweest, klopt inderdaad. Ja, echt fantastische stad. Ja. Als je van cultuur houdt, van geschiedenis en van kunst, dan is dat echt fantastisch. Wat dat betreft is het zo jammer dat we van dat soort dingen zo weinig zien. Hè? Dat je eigenlijk alleen maar de negatieve dingen over dat soort steden. Het is maar 3 uur vliegen hier vandaan. Ja. Hè? Ik bedoel, het is minder dan naar Griekenland. Maar ja, dat klopt. Ja. Maar goed, jij hoopt daar dus weer naartoe te gaan? Ik heb het nu wel gezien natuurlijk. Okay. Hè? Dus ik hou van uitdagingen. Dus ik weet het niet. Ja, het is ook nog zo, A moeten ze je vragen en B moeten ze doen. Maar normaal is het wel dat als je de Confederations Cup gedaan hebt, dat je dan ook naar diezelfde venue, hè, diezelfde speelstad gaat. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want je kent de stadion, je kent de mensen. Dus... Ja. Maar ja, ik weet niet of ik het nu weer doe. Het is een splinternieuw stadion trouwens. 67.000 plaatsen. Het duurste stadion ooit gebouwd. Echt wel mooi. Alleen heel moeilijk. Het is het is eigenlijk in 3 fases gebouwd door 3 verschillende architecten. Waardoor het veld zelf en de zitplaats is geweldig en zo. Maar de binnenkant, dat is 1 grote wanorde. Je verdwaalt er, letterlijk en figuurlijk, je verdwaalt er. Je merkt echt dat het door verschillende mensen dus eigenlijk ontworpen is. Dus ook, onlogisch ook, bepaalde dingen. Hè. Liften die dan ineens stoppen op de 4e, terwijl er 7 verdiepingen zijn. En dan moet je weer gaan zoeken naar een andere lift en dat soort dingen. Ja, dat is echt heel lastig. Zonde. Ja, het is ook zo gigantisch groot. Je mag je raden hoeveel vertrekken het heeft. Hè. Dus van groot tot klein. Dus van lounges en van kleedlokalen en van bezemkasten. Dan mag je eens een schatting doen. Ja, dan zeg je, als ik veel denk, dan denk ik aan 100 of 5. Nou, het is, niemand kan het raden, maar meer dan 2400. 2400 vertrekken. Dat lijkt me niet normaal. Nee, dat is ook absurd. Nee. Dat is ook absurd. Maar ja, het is zo. Nou, op dat gebied liggen er dus hele leuke ontwikkelingen, mits jij gevraagd wordt. Dan zou je bijna denken, je hebt geen tijd meer over om andere dingen te doen. Maar niks is minder waar. Oh nee, want dat is meestal maar een 3 tot 4 weken, soms een maand. Dus dat valt allemaal mee. Ja, want je bent ook nog voorzitter van Stichting Vrienden van Suriname, hè? Dat zeg je goed toch? Ja, dus stichting, dat is al een vrij oude stichting. Ja, en ik ben ook bestuurslid van de Stichting Burgerweeshuis Tiel, vind ik ook heel erg leuk. Ook dat nog? Is gelukkig niet erg veel tijdsdruk op, maar het is wel heel leuk werk. Wat doe je daar? De Stichting Burgerweeshuis beheert eigenlijk de gelden en de bezittingen van de Stichting Burgerweeshuis. En de stichting bestaat al meer dan 450 jaar. En
Waarschijnlijk ken je dat gebouw wel, waar het is, tegenover het gemeentehuis. Dat hele mooie statige gebouw, ja. Meer dan 100 jaar oud. Dat was vroeger een weeshuis, maar sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid die taak op zich genomen. Dus mm-hmm. Er staan er eigenlijk geen particuliere weeshuizen meer. Maar we hebben nog wel de gelden en de gronden en ook dat gebouw dat verhuurd wordt. En met de opbrengst van die van de gronden en wat bezittingen ondersteunen we financieel dan allerlei jeugdprojecten in Tiel of door Tielenaren in het buitenland gedaan, dat kan ook. En ook en dan jeugdprojecten moet je zien tot 27 jaar, dus dat zijn al behoorlijke op leeftijd die jeugd. En ook voor gehandicapten. En gehandicapten hebben we geen leeftijd aangebonden. En dat ondersteunen we en dat is toch altijd wel leuk. Hele leuke projecten bij. Ja. En we proberen dat eigenlijk ook wel te vernieuwen door... Soms, toen ik zeker in het begin, toen had je echt vaak dezelfde. Maar nu zie je toch ook wel weer steeds nieuwere projecten. Ze weten ons langzamerhand te vinden. Nou, dat is mooi. Ja. En dan kom ik toch op Suriname. Ik kan er niks aan doen. Ben je daar per toeval terechtgekomen? Door een vakantiereis of zo? Nee. Ook wel grappig om te vertellen. In pakweg 1993, 94, toen werkte ik bij de KNVB. En het bestuur had een commissie. En die werkte samen met een commissie van de Surinaamse Voetbalbond. Om te kijken waar Nederland Surinaamse voetbal zou kunnen ondersteunen. Want zoals je waarschijnlijk weet, Nederland heeft heel veel te danken aan Suriname en de Surinaamse voetballers. Als je kijkt naar Gullit, Rijkaard en Davids, Seedorf, noem maar op, Winter. Zelfs tot op de dag van vandaag heb je spelers van Surinaamse roots, met Surinaamse roots. In het Nederlands elftal, maar ook in de topvoetbal. En op een gegeven moment vond ik het allemaal wat langdradig, dus ik vroeg op een gegeven moment aan die commissieleden van wat is eigenlijk jullie prioriteit? En wat bleek nou, dat is heel grappig, in Suriname heb je het André Kamperveen stadion. André Kamperveen is een minister van sport geweest, is een van de slachtoffers overigens van Boudersen, van de decembermoorden, is toen ook vermoord. Maar dat stadion dat heet nog steeds André Kamperveen stadion en daar werden alle wedstrijden in gespeeld. Dus alle topwedstrijden. Dus je kunt je voorstellen, Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht, werden allemaal in dat ene, die speelden allemaal in dat ene stadion. Hè? En dan is het de Robin Hood en Transvaal en Leo Victor en dat soort clubs. Die speelden allemaal in dat ene stadion. En dan was door het slechte onderhoud was het dak ingestort. Mm-hmm. Dus konden niet meer voetballen. Dus je zegt, dan betekent dat we geld moeten hebben om dat te renoveren. En toen heb ik met wat collega's hebben we een wedstrijd georganiseerd, een juryprof zeg maar, een team van origine Surinaamse voetballers, tegen een team bestaande uit voetballers uit de Eredivisie. Daar hebben we een keeper van die club en een verdediger van die club en zo hebben we gespeeld in Utrecht en dat was een heel groot succes. Daar hebben we iets zo netto 225.000 gulden opgehaald in die tijd. Dat is ruim voldoende om dat stadion te renoveren. En toen vroegen ze me van Wil, je hebt ook verstand van stadions, kan je ons adviseren? Ik zeg ja, maar ik heb niet zoveel tijd, hooguit een week. Ja, en dan zal je zeggen, dan kom je dan naar Suriname en dan word je, zoals ik wel eens noem, besmet door het Suriname-virus. Het is een heel apart land. Mm-hmm. Apart in de zin van een tropen, hè? Dus een oerwoud, temperatuur. Maar aan de andere kant ook heel veel vertrouwelijke zaken, zoals de taal, Nederlands, maar ook de structuur van de straten, de straatnamen, ANWB-bordjes. Maar ook merkt hij ook wel een enorme armoede, heel veel armoede. En in eerste instantie hebben we daar op voetbalgebied wat gedaan en advies gegeven en spullen gebracht. Maar al gauw toen ben ik met een groep vrienden daar gekomen. We zijn naartoe gegaan en hebben we een stichting in het leven geroepen. Mm-hmm. En die richt zich op drie zeg maar, hoofdelementen. Dus, eerste is het ondersteunen van sociale projecten. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het bouwen van een bibliotheekje in een dorpje. Of de bouw van huisjes op het opvangcentrum voor gehandicapte kinderen. Mm-hmm. Of een schooltje renoveren. De tweede is
informatie verschaffen over Suriname en de Surinaamse gemeenschap. Door dingen te vertellen, zoals ik nu doe. Door reizen te organiseren. Mm-hmm. En ook door studenten stageplekken te verzorgen. He, dus op allerlei manieren. En de derde tak is eigenlijk het verzamelen van hulpgoederen. Dan moet je denken aan schoolmeubilair, verbandmiddelen, rolstoelen. En sportkleding ook wel. En dat sturen we dan ook daar naartoe. Dat is het eigenlijk. Maar doordat de Nederlandse overheid eigenlijk steeds minder aan ontwikkelingssamenwerking doet, zeker hulp verleent op dat terrein. En ook omdat natuurlijk het huidige regime nou niet echt goed in de smaak valt bij de Nederlandse overheid. Ik bedoel dan met president Boutersen, mm-hmm. Is eigenlijk de mogelijkheden om sociale projecten te ondersteunen vrijwel nieuw. Dus wat we nu nog wel doen is nog wel dingen vertellen, stageplekken regelen en hulpgoederen verzamelen. We gaan zaterdag, het is altijd weer moeilijk om een sponsor te vinden, maar zaterdag gaan we weer een lading laden, een container laden. Zaterdagochtend. Mooi. Dus dat, zo doen we dat, ja. En overigens, ik heb toen een rapport opgesteld over die renovatie van het stadion. En ik ben daar gaan kijken en het stadion, dat is echt zo'n heel oud stadion met zo'n wielrenbaan eromheen. Mm-hmm. Ja. En je zat dus ook echt heel ver van het veld af. En het veld en het stadion, dat zag er niet uit. Dus ik heb gezegd, het stadion is niks. En het renoveren van niks blijft niks. Dus je moet het slopen, grond verkopen en elders nieuwbouw leggen. Maar ja, dat stuitte toch tegen het zere been, want André Kamperveen, dat was dan toch een soort heilige. Ja. En dat werd dus niet zo geaccepteerd. Of geaccepteerd, dat vond men toch niet zo'n goed plan. Het lag misschien nog een beetje te gevoelig. Nou, je moet niet vergeten dat... heel apart is dat de Surinaamse voetbalbond, die heeft notabene 3 of 4 stadions. De KNVB bijvoorbeeld heeft helemaal geen stadion. Die hebben wel velden en die hebben ook wel een paar tribunes, maar geen stadion. Nee. Maar zij hebben 3, 4 stadions. Nou, dat is eigenlijk ondoenlijk om dat te beheren. Dus ik heb ook gezegd, je zou veel beter kunnen doen door je te concentreren. Ze hebben een heel leuk stadion waar ook een kunstgrasveld ligt. En er ligt nog een veld naast en ze hebben daar... Dus ik zeg, concentreer je daar nou op. Het maakt daar nou echt iets. Is een centrum van, een sportcentrum. Ja. Maar ja, het zijn keuzes die ze doen, dat is klaar. We kunnen nog wel uren doorpraten volgens mij. Maar de tijd is op. Dat is ook goed. Maar mij, ja. Mag ik je bedanken voor het geweldig inspirerende gesprek? Graag gedaan. Dankjewel.